als christenen zijnde willen we onze naasten ook dienen. En in de Bijbel zegt Jezus ook van zorg dat als iemand geen kleding hebt, dat hij weer kleding krijgt. En daarvoor zijn we hier in het Boetje. Het Arker Boetje, midden in Middenmeer, bestaat 5 jaar. De winkel voor mensen met een krappe beurs heeft een belangrijke rol. De 35 vrijwilligers helpen inmiddels meer dan 400 gezinnen. Ik had al een tijdje het gevoel dat er best wel nood was, sowieso in deze regio, bij de mensen om me heen. Dat kwam ook door het feit dat ik zelf alleenstaande moeder was. Ik heb een gesprek gehad met onze voorganger, ik ben christen. En hij vroeg mij, Anja, wat is er in jouw hart? Ik zei, Erik, ik wil gewoon iets voor de mensen in nood, in deze regio, in deze omgeving, zou ik iets willen doen. We zijn bij de sorteerruimte, waar alle kleding die binnenkomt, die zetten we daar in de hoek. En dan halen ze de zakken leeg hier. Maar het Arker Boetje is niet alleen een winkeltje. Ze zien het liever als een huis waar iedereen welkom is. Wil je voor een kopje koffie binnenkomen? Welkom. Maar ook als er serieuze dingen in het leven zijn wat mensen moeilijk vinden of waar ze verdrietig over zijn. Of ja, soms heb je gewoon iemand nodig die even luistert. Nou, ik heb hier wat laarzen en sportschoenen. En die neem ik mee naar Schagen, want daar hebben we vrijdagavond en zaterdagochtend ook weer de kledingbeurs. Even zag het er naar uit dat ze moesten verhuizen. De woningstichting wilde het pand verkopen, maar gelukkig kon er een nieuw contract worden getekend voor 10 jaar. Maar die hebben toch ook gezegd met elkaar van joh, het belang, het maatschappelijk belang, ook hier in het dorp, maar ook in deze omgeving, is zodanig dat we eigenlijk toch wel met elkaar moeten kijken of we dat contract niet voor de komende 10 jaar vast kunnen zeggen. En dat hebben ze gedaan, dus helemaal blij.